Met de duofiets wordt het voor oudere mensen beter mogelijk om weer van fietstochten buiten te genieten. Buiten bewegen, hoe fijn en gezond is dat? Tot slot wil ik mijn grote steun en toeverlaat, mijn moeder, in de spotlight zetten. Zij, maar ook mijn vader, hebben mij geïnspireerd om dit initiatief te starten. Ik wil haar vragen om nu het lint om de duofiets heen door te knippen, zodat de wielrenfiets, en dat is de naam van de fiets, dus combinatie met wielrenveld en fiets, de fiets heet wielrenfiets, om die zeg maar het lint door te knippen, zodat die kan gaan fietsen. En ik hoop dat ik veel ouderen in Vleuten de Meren net zo blij kan maken met dit uitje als mijn beide ouders. Proost! En dat gaan we zo doen. Ingrid, net de lancering van de duofiets. Hoe is dat allemaal gekomen? Het is begonnen met het feit dat ik met mijn vader op de duofiets heb gefietst. Toen hij nog in de dagbesteding zat. En omdat hij zoveel jaar had hardgelopen, was het gewoon een mooi alternatief. Omdat hij dat niet meer kon. En zo ben ik in contact gekomen met de duofiets. En dan ging ik 's middags eerst met mijn vader en daarna met mijn moeder. En dat was geweldig. Ik zag wat het hun bracht. En ik kwam er altijd helemaal opgeruimd van terug. Een rode kleur op zijn wangen. Dus hij werd er heel blij van. Ja. Het lijkt me best wel zwaar fietsen. Nou, dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, het is een fiets met trapondersteuning. En dat geeft dus alle comfort die je nodig hebt om relaxed naast elkaar te zitten. En je hoeft ook helemaal niet hard te gaan. Want het gaat erom dat je geniet van de omgeving. Als je wil gaan racen, moet je dat voor een hele andere generatie. Dat moet je niet doen met een oude iemand. Dus je moet vooral ook wel met beleid op die fiets zitten. Want degene die naast je zit, moet in feite de regie overgeven aan jou. Want je kan degene die naast je zit, kan niet sturen. Maar het is relaxed fietsen. Hoe fijn is het voor u om samen te fietsen? Het is, fietsen is heel fijn. Het is ook heel vrij. En je ziet heel veel van de natuur. Ik ben ook een natuurmens. En het is gewoon heerlijk. Wat heeft Gasterij Wielrenveld ertoe bewogen om de fiets hier neer te zetten? Ja, we zitten hier natuurlijk in een prachtig natuurgebied en wij vinden het geweldig dat mensen naar buiten kunnen en dat mensen kunnen genieten van de natuur. Dus toen het voorstel kwam met de fiets, ja, dan wil je eigenlijk gewoon ook heel graag meewerken om mensen die wat minder vaak naar buiten komen, om die een mogelijkheid te bieden, dat ze dat wel kunnen. En het is natuurlijk superleuk als mensen dan hier op het terrasje nog even wat kunnen zitten en ook wat kunnen drinken, maar zeker de omgeving kunnen zien. Wat heb jij met deze duofiets te maken? Nou, we hebben eigenlijk samen met Ingrid heeft ons benaderd eigenlijk voor het project. En we hebben sowieso de fiets geleverd en volgens de wensen samengesteld. Maar ook bijvoorbeeld dingen gedaan als de sponsorborden gemaakt, de bestikkering op de fiets samengesteld en alles. Dus we hebben redelijk heel veel contact met Ingrid gehad om het hele project op te zetten. Hoe belangrijk is het dat de fiets er is gekomen? Nou, voor onze wijk is dat heel erg belangrijk. Zoals je weet hebben we best wel veel oudere mensen. En dat die gewoon toch ook naar buiten kunnen en onze mooie wijk in kunnen. Met iemand die voor ze wil fietsen. Samen heel gezellig. En dat levert ontmoeting op. Dat levert vrijheid op om naar buiten te gaan. Een heel belangrijk initiatief. En daar is waarom we ook heel graag hebben willen meewerken vanuit het initiatievenfonds.